Bewoners praten mee over de toekomst van Zetten. Wiegen heeft een nieuwe burgemeester. En de eerste kerstmarkten gaan weer van start. Inwoners van Zetten mogen meepraten over de toekomst van het dorp. Hiervoor vond donderdagavond een informatieavond plaats op het Hendrik Pierson College onder de naam Zetten aan Zet. Zo'n 180 belangstellenden kregen informatie vanuit de verbindingsgroep Zicht op Zetten over diverse onderwerpen. Die onderwerpen waren werken en wonen, het dorpshart, voorzieningscentrum De Wanmolen en winkeliersvereniging Lizet. We hebben wel een leidraad, maar daar hoeven wij niet heel erg nauw aan vast te houden. Want wij willen juist in combinatie met alle betrokkenen, en dat zijn alle Zettenaren, naar een toekomstbestendig Zetten. We hebben iedereen nodig. Globaal gezien zijn dit de belangrijkste onderwerpen. Het dorpshart van Zetten moet groener, aantrekkelijker en beter bereikbaar worden. Een belangrijk onderdeel hiervan is het Julianaplein. Hier zou meer ruimte moeten komen om te verblijven. Ook het verderop gelegen Zwijzerpark moet aantrekkelijker worden. Dit zal deels samenhangen met de nieuwbouwplannen van De Wanmolen. Het voorzieningscentrum, met momenteel onder meer een woningbaan, bibliotheek en sporthal, moet tegen de vlakte en herbouwd worden. Uiteindelijk moet De Wanmolen een ontmoetingscentrum worden dat langer open is en veel biedt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan sport, muziek, terrassen en kleinschalige woningbouw. Iedereen weet natuurlijk dat woningbouw echt top of mind is. We hebben als gemeente Overbetuwe ook drie dorpen in onze gemeente aangewezen. Dat zijn Zetten, Heteren en Elst. Nou ja, laten we de eerste stap gaan zetten. Nou ja, de woningen dus hier ook een groot hangijzer. Omdat we dus heel veel mensen dus vanuit buiten Zetten, die dus hier willen gaan wonen, wat in de grote stad bijna niet meer mogelijk is. De grote stad is zover dat er dus mensen 20 jaar moeten wachten. En misschien dat die hier straks wel aan de bak kunnen komen. Wij wonen al 2 à 3 jaar in Zetten nu. Dus wij dachten van nou, het is wel belangrijk om te kijken, ook voor onze kinderen later, waar het dorp dan heen gaat en wat de ideeën en plannen zijn. Maar uiteindelijk gaat het vooral om het totaalplaatje in het dorp. Hierin hebben ook de winkeliers een groot aandeel. De jarenoude winkeliersvereniging Wieset gaat verdwijnen. Jezelf als ondernemer hierbij aansluiten was namelijk vrijwillig, waardoor niet-deelnemers ook meeleefden op het succes van Wieset. Hiervoor in de plaats komt nu de BIS, een bedrijfsinvesteringszone. Soortgelijk aan de Wieset, maar voor alle ondernemers verplicht om bij aan te sluiten. Hiermee worden de lasten verlicht en is de ambitie om economisch vitaal te worden. Ja, dan zie je de kracht van Zetten en dan zie je ook dat er breder gekeken wordt dan alleen woningbouw. Want waar woningen gebouwd worden, moeten ook banen bijkomen. Nou, en als je dat met zo'n prachtig mooi centrum gaat realiseren, ja, dat is de kracht van Zetten. En dit is precies de visie die men vanavond wil uitdragen. Zetten, levendig, verbonden en duurzaam. En dat is voor de toekomst? Dat is zeker voor de toekomst. En ik hoop ook dat alles in een versneld tempo dus zou kunnen worden gerealiseerd. Dat u uiteindelijk ook als hangouderen ook op het bankje terecht zou mogen komen. Precies, precies. Met die jongen op het vierseizoenenbankje. Okay. Een huis verwarmen met ijs, dat klinkt misschien wat raar, maar het kan een uitkomst zijn. Zeker met die torenhoge energieprijzen. In 2014 werd een monumentaal pand in Nijmegen van het gas gehaald. En Bob uit Nijmegen is maar wat blij dat hij dat heeft gedaan. Een flink gebouw verwarmen, zonder gas. Deze methode werkt zo ongeveer als een koelkast. Dan haalt de koelkast, die maakt hem niet koud, maar die haalt de warmte eruit. En die warmte die hij uit het flesje bier haalt, geeft hij op die plaat hierachter, geeft hij weer af. Maar van die zwarte plaat aan de achterzijde van de koelkast hebben ze in dit monumentale pand de vloerverwarming gemaakt. En nou ja, het apparaat is net aangegaan, dus we voelen nu dat hier lekker warm wordt. En deze gaat dus naar de vloerverwarming toe van alle appartementen. Hij gaat nu openlopen. Ja, volg je de leidingen, dan voel je dat de hele vloer heel langzaam opwarmt. Lekker.
Hoofdrol in dit systeem heeft een betonnen bak met water in de achtertuin die, als er warmte aan onttrokken wordt, verandert in een reuze ijsklontje. Maar de makers zijn realisten en verkopen het niet als dé oplossing voor de energieprijzen ellende. Dat is gewoon niet zo, want heel veel mensen zeggen, oh, dan gaan we naar de warmtepomp, we zijn van het gas af. En dan zeg ik, ja mevrouw, u krijgt wel 8000 kilowattuur een euro tegenwoordig ervoor terug. Dus dat is ook 8000 euro per jaar. Hè? Toch zijn ze daar in Nijmegen ontzettend blij dat ze niet meer afhankelijk zijn. Van het gas af van Poetin en Groningen. Godzijdank hebben wij hier daar nu helemaal niks meer mee te maken. Zo meteen in het RN7 Regio Nieuws. Het is nog 37 dagen tot kerst. En langzaamaan begint het ook al wat kouder te worden. Dat betekent natuurlijk ook weer dat het tijd is voor de kerstmarkten. De eerste markten begonnen vandaag. Vrijdagmiddag is Renske Helmar Engelbert officieel geïnstalleerd als burgemeester van Wijchen. Ze volgt hiermee Marijke van Beek op die afgelopen woensdag afscheid nam. De Wijchense Raad is ervan overtuigd dat Renske Helmar de beste burgemeester voor Wijchen is. De raad ziet haar als een prettig, warm persoon. Iemand die de politiek dichter bij de inwoners kan brengen en de inwoners dichter bij de politiek. Volgende week woensdag is er op RN7 een uitgebreid interview te zien met zowel Van Beek als Helmar Engelbert. De gemeente Beuningen heeft bekendgemaakt dat zij voor het nieuwe zwembad op de Ooijgraaf voor de basisvariant met een beweegbare bodem wil gaan. Er komt geen sauna, wel een whirlpool. Ook laat de gemeente weten dat het pas in 2026 opengaat. Met het nieuwe zwembad kan Beuningen 40 jaar vooruit, laat de gemeente weten. Omdat de renovatie van het huidige zwembad, de Plons in Beuningen, te duur bleek te zijn, besloot de gemeenteraad in december vorig jaar tot nieuwbouw op de Ooijgraaf. En geen grote schermen, versieringen en honderden gasten in het oranje gekleed. Het Nijmeegse gaycafé De Regenboog heeft besloten, nu het WK plaatsvindt in Qatar, waar homoseksuele handelingen strafbaar zijn en LHBT-personen worden gediscrimineerd, het voetbalevenement te boycotten. Het gaat er bij ons gewoon om is dat wij niet dat bloedgeld die kant op willen sturen, het geld voor de licenties, en dat wij dat geld gewoon niet eens willen aannemen. Dit weekend staat de Zevenheuvelenloop weer op de planning. Het jaarlijkse hardloopevenement over de Zevenheuvelenweg in Groesbeek. Vandaag was hiervoor alvast een persconferentie met de directeur en een aantal toplopers die dit jaar mee zullen doen. Nou, we hebben dus op zaterdag de mini-Zevenheuvelenloop. Daarvoor zit de Maartens mini-Zevenheuvelenloop. Dat is voor kinderen met een ernstige fysieke beperking. Dan hebben we om 7 uur de Zevenheuvelennacht. En op zondag natuurlijk om 1 uur de Zevenheuvelenloop. De Zevenheuvelenloop heeft dit jaar een heel stuk minder inschrijvingen dan in de vorige edities. Van der Velde heeft daar wel een verklaring voor. We denken dat corona een rol speelt. We denken dat ook mensen een beetje vergeten zijn. We denken ook dat toch ook de oorlog in Oekraïne een rol speelt. En de stijgende prijzen die erbij komen kijken. En er zijn ook nog heel veel inhaaltickets. Dus mensen hebben ook van alles te doen. Dus moeten mensen kiezen. Dit jaar doet de Zevenheuvelenloop het ook zonder plastic flesjes op de drankposten. Ze hebben een biologisch alternatief bedacht. Nou, we hebben OHO's, dat zijn drankzakjes gemaakt van zeewier. En in plaats van bekertjes delen we die uit. Dat is eigenlijk heel simpel. Nou, hoe het in zijn werk gaat is dat je in het zakje in het hoekje bijt en dan begint met leegzuigen. Ook de Schotse hardloopster Eilish McColgan gaat meedoen aan de Zevenheuvelenloop. I didn't want to miss up the opportunity to be here. I've always wanted to do this race. It's been one on my radar for a very long time. So yeah, I'm going to make the most of the opportunity and see how Sunday goes. And what's the reason you wanted to do this race for so long? So my mum won it back in 1994, which is, I was only 4 years old, so I don't remember it, but it's just really special to go to the same events, the same tracks that my mum's raced on. So yeah, to know that she has done this road race, to actually physically follow in her footsteps is special, it's unique, and that's why I really want to be here. Do you plan to beat her time? I wish I would have another couple of weeks training in the legs. If it was earlier in the season, I've got no doubt that I'd break that time, but I'll give it a good go. I will give it everything I have. So yeah, you can rest assured that on Sunday I will have not an ounce of energy when I cross that line. I really will be giving it everything. We just saw your fan club. Did you know you had a fan club in the Netherlands? No, not at all. So honestly, it's so lovely to meet like people, other runners, especially young women as well from all around the world, and people who just love the sport as much as I do. Het is nog 37 dagen tot kerst en het begint langzamerhand ook al wat kouder te worden. Dat betekent natuurlijk dat het ook weer tijd is voor de traditionele kerstmarkten.
Veel mensen uit onze regio steken de komende weken dan ook de grens over om dit traditioneel op zijn Duits mee te maken. Vandaag starten de eerste kerstmarkten, zo ook in het Duitse plaatsje Xanten. Het pittoreske dorp Xanten ligt in Duitsland, vlakbij de Nederlandse grens. Hier startte vrijdag een van de eerste kerstmarkten van dit jaar. Het was nog vroeg en licht, dus niet zo druk. Maar de eerste Nederlanders hadden we al snel gespot. Wat vindt u van de kerstmarkt? Geweldig. Echt geweldig. Prachtig. Heel sfeervol, ja. Heel leuk. Een leuke ding. Ja, prachtig. Ja. Gaat u vaker naar kerstmarkten toe? Nee, eigenlijk niet. Alleen hier. En in Duitsland bedoelt u? Ja, in Duitsland. En waarom specifiek naar de kerstmarkt in Duitsland? Vanwege de sfeer en niet te druk. Het is hier minder druk, minder hectisch als in Düsseldorf of zo. Ja. Dus wij vinden het hier prettig. En een kluwijntje, dat gaat er bij u ook heel goed in? Alcohol lust ik altijd. En hoe bent u gekomen? Toch niet met de auto? Jawel, maar mijn vrouw kan ook rijden. Oké, dan wisselt u dat een beetje. Dat is mijn Bob. Ja. Ik sta hier in de Kluwijnstraße en Peter is een van de verkopers van Kluwijn. Peter, waarom sta je juist op deze kerstmarkt? Omdat het een gezellige kerstmarkt is. Ja? Ja hoor, ik sta hier al een paar jaar. En je verkoopt kluwijn, nog speciale kluwijn? Ik verkoop witte en rode kluwijn. Witte kluwijn? Witte kluwijn ook, ja. Dat ken ik helemaal niet. Het is in Nederland niet bekend, hè? Nee. In Duitsland wel. Wat is daar zo bijzonder aan? Het is voor mij iets zoeter. Er valt ook veel te proeven op de markt. Dank. En dat is? Honismoon. Oké. Lekker. Ja. Dat is echt heel erg lekker. Mag ik er nog één proberen? Nog één? Ja. Feigen? Ja. Feigen? Ja. Lekker. Scherp, ja. Lekker. Nou, op een kerstmarkt moet je natuurlijk echt een wafel eten. En ik heb een wafel besteld met kersen. Volgens mij is het heel heet. Dus ik ga even goed blazen. Erg lekker. Ja, en tegen veel verwachting in was het vandaag eigenlijk toch wel een prima dagje in onze regio. Het is overdag geheel droog gebleven en er was ook af en toe wat zon aanwezig. Op een enkele bui na zal het vanavond ook droog blijven, maar het wordt wel flink kouder. Die kou zal de loop van de nacht naar zaterdag ons land binnentrekken. Morgen belooft eigenlijk verder een prima dag wel te worden. Een beetje vergelijkbaar als vandaag. Veel zon, waarschijnlijk blijft het geheel droog. Temperaturen stijgen alleen niet verder dan een graad of 5. En het voelt ook kouder aan. De nacht naar zondag wordt vervolgens het koudst. Met plaatselijk 6 à 7 graden vorst. Daarna trekken de temperaturen weer iets bij naar zo'n graad of 8 overdag. Maar het wordt ook wel weer wat regenachtiger. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Voor het terugkijken van onze uitzending kun je altijd terecht op ons YouTube kanaal. En volg ons op Facebook, Twitter, Instagram. Morgen zijn we er weer met het belangrijkste nieuws van deze week in het weekoverzicht. En in de tussentijd kun je altijd terecht op onze website voor het laatste nieuws. Graag tot morgen en een fijn weekend.